Start vrij. Start vrij, dames en heren, voor de stal PD Familie Goudsblomprijs. Wij danken de naamgevers voor sponsoring. De paarden gaan zich opstellen in de paddock. Rijden aan. Maken de halve volte. Standby. En de start van de eerste koers is gevallen. Paarden zijn gestart, komen door de eerste meters. Noortje H begint foutief en die verdwijnt naar de start van het veld. En er is een strijd om de leiding waarbij ook Pamela Vrijthout zich vergist in de gangen. En door de eerste bocht gaan de paarden nu. Is het Norman Charisma die de leiding heeft genomen met aan de buitenzijde. Uitgeschakeld nummer 4, 4 galop. Pamela Vrijthout is uitgeschakeld op de tweede plaats. Volgt achter de lijnen de Norman Charisma op dit ogenblik dan het nummer 5 van 19 Newport. Met verder weg in het veld in derde stelling opererend op dit ogenblik Luciano JP. Daarachter volgt dan Magic Hanover en op 2,5 lengte erachter Maverick Boko. Die wordt gevolgd door Nadia. En achter Nadia is het Haley Vip met Kaiden van Bremen. En grote achterstand is er opgelopen door Noortje H. Paarden zijn einde overzijde. We gaan de manegebocht in en dat doen we met Norman Charisma nog altijd aan de leiding. Norman Charisma die heeft het commando en heeft een lengtevoorsprong. Het tempo is niet al te hoog. En dat betekent dus dat alle paarden redelijk dicht bij elkaar zijn in de ganse pas. Hoewel in het tweede spoor Magic Hanover opduikt. Gaat nu naar de tweede plaats. 19 Newport ligt derde. Daarachter Maverick Boko met aan de binnenzijde daarvan het nummer 3 van Luciano JP. Daarachter Nadia met Haley Vip. En zo zijn we dan in de rechte lijn voor de tribune met aangesloten Kaiden van Bremen. Paarden in de rechte lijn, zo dadelijk bij het passeren van de finish nog een volle ronde te gaan. En Norman Charisma. Vanaf het moment dat de starter de vlag liet vallen heeft dit paard de leiding. En lijkt nog altijd met een halve lengte voorsprong. Op de tweede plaats 19 Newport die geflankeerd wordt door Magic Hanover. Als we nu de laatste ronde indraaien. We gaan de bolbeinbocht in. Met daarachter dan, achter de leiders op dit ogenblik Luciano JP. Geflankeerd door Maverick Boko, dan Nadia. En achter Nadia hebben we dan nog Haley Vip. En op een drietal lengte verliest de aansluiting Kaiden van Bremen. We komen de bolwijnbocht uit, zijn aan de overzijde van de baan. En dan is het nog altijd Norman Charisma, nu met een volle lengte voorsprong op 19 Newport. Derde positie is dan voor Magic Hanover. Vierde ligt dan het nummer 3, Luciano JP, waarbij de poppen worden getrokken aan de buitenzijde. Volgt dan Maverick Boko, die is aan de opmars bezig. Op de rug gaat mee Nadia en Haley Vip volgt daarachter. De paarden gaan de laatste bocht in. En bij het indraaien van de laatste bocht is het dan nog Norman Charisma die leidt. Norman Charisma is nog altijd onze leider. 19 Newport op de tweede plaats geflankeerd door Maverick Boko. Daarachter volgt dan Nadia. Verder weg in het veld hebben we op dit ogenblik Haley Vip. Die maakt ook een paar plaatsen goed. Dit ten koste van Luciano JP en Magic Hanover. Dit is de laatste rechte lijn. We hebben nog 250 meter af te leggen in de opener van vandaag. En Norman Charisma leidt nog altijd, maar daar komt Maverick Boko. En aan de buitenzijde komt nu naar voren Nadia. En die heeft de laatste woorden ook nog niet uitgesproken. In de laatste meter zijn de paarden Maverick Boko met Nadia. Maverick Boko trekt weer aan. En Maverick Boko, die gaat het hier winnen met Ruud Pols. Op de tweede plaats Nadia. Daarachter volgt dan het nummer 10 van Haley Vip. En dichterbij 19 Newport.